confirmation, confirmatory affidavit kom teken. Dis wat gewerk het moet kom. Net dis wat gewerk het moet kom. Very out one, so send it like. But it's an up one, a nice. Ik heb hem daar begraven. Mijn pa en mijn maas ook daar begraven. Op die plaats? Ja, dus die is begraven, dus die zit daar zo. En ik heb daar zo groot gerak en daar zo oud gerak. Ik heb daar al die jaren met ik weet niet hoeveel jaar ik ben, maar ik was nog tijd ik nog kind geweest. Ik weet niet hoeveel jaar ik heb, maar ik heb bijna jaren van geweest. Ik was nog een loods geweest. Nee. Hoe zit het met zo'n werk dat die nou opgemaakt bij loods? Dus ik ben die boerenkoos gemaakt, gastenkoos gemaakt. Dus ik ben die gasten gaan ontvangen met die plaats. Dat is voor mijn kinderen. En ik ben daar gebleven. Toen ik nog 60 jaar oud dus ik kan nog niet meer werken. De loodse mensen zijn toch gekomen, ons moeten gaan staan. Ze dansen gaan doen, ons zijn veel koos gebleven. Dat is alles wat ons boesmans eet. Als ze nou klaar is, dan dansen ze in de aarde. Dan slapen ze te gaan naar uit. Ze uit gaan dan moet ik al die kamers, 7 kamers kon maar, zodat ik hier sta. Ik wil het vandaag, mijn kinderen, mijn heren zijn kinderen van mij. Maar ik weet steeds ik het voor hem ga werken. En voor hem moest mijn dans gaan doen. En zijn kamers kon maar, ik ben bij goed gaan doen, niemand anders. Ik wil het ook voor, klaar. Nou, hierdie mense het by jou gewerk, ek weet nie vir hoe lang nie. Dis hulle plek, sommige is hier gebore, hulle ouers het hier gewerk. Hulle ouers het afgetree, hulle het arm afgetree. Ek glo nie dat is enige van hulle ouer wat met Dakar die dag hier weer gereed het, of haar huis aan gebouw het nie. En ek denk ook hulle wat hier so werk weet, ek gaan met diezelfde armoede miskien weggaan van hier af soos my pa en my ma. En dit is hartseerend, dit is nie makkelijk nie. Ek probeer net hierdie situasie skets, dat ons allemaal net weet waarin ons, wat ons al die deur maak. So, vir jou ook wat aangerak is dier die ekonomie, as besigheid persoon wat weet, dat is geen inkomste nie, jy kan jou indink, as ek wat dan nat boom is, so voel, hoe gaan die droe boom voel? Hoe gaan die persoon voel wat afhang van my af vir kos, wat afhang van my af vir salaris, dat ze kinders van mij afhangen, zoals je gezegd, als je die ouder wegja, die kinders gaan nog daar komen, dingen ze. Maar ons hart in hierdie situatie, hoe maken ons allemaal als inwoners van Zelda? Om zeker te maken dat ons allemaal draait dier. NTB Namibian Tourism Board. Hulle kan veel vinnig sê, jy het nog geen jou levies betaal nie, maar in een ding soos dit, hierdie virus wat onverwachts gekom het, die grense wat oor nacht gesluit het, al die kliënte wat oor nacht verdwyn het, hulle het nog nie een dag met een oplossing naar ons toe gekom om te sê, luister hier so mense, julle moet so met julle werkers werk, of daar is een hulpfonds vir julle, of ons gaan julle so help nie. Verstaan, daar is een groot grys area, want dit het nog nooit gebeur, so niemand weet. Ek denk wat jy nou moet doen, he, jy bly by jou oorspronklike missie, want dit was goddelik. Nou is jy by die regte mense, ons sal jou daar die regulaties gee, wat die regering besluit het, en dan kan jylle daarna kyk. As ons van hierdie optie en hierdie optie gebruik maak wat die regering gegee het, ons kan nog hou by ons missie, want jylle se missie was sonder ewen hierdie moontlikhede. Only thing, just only to solve it. Of otherwise, on my side, I tell them, so otherwise you have to go to take the people back. Then you apply to the government to assist you if you cannot afford to pay your workers. Because, or otherwise, let's calculate the money, how should be calculated to the Labor Act. So now, you know, the employer, they don't want to follow
the Labour Act just because of their Labour consulted. The problem is consulted. They consulted only want their money to put on their pocket. They don't care whether these people that are working there many years or whatever, they don't worry, they don't care. In the first place, their salary was reduced due to COVID-19. So if you in the position to reduce the salary of employee, it's clear that you are in the position to maintain them for a certain period of time, meaning that it can only be you reduce the salary for a period of 3 months. If you came to realize that you cannot at least maintain them, you can then you can notify them in terms of Section 34 of the Labour Act that you are going to terminate their employment due to the fact that the company does not make an income or there is no profit coming in. It is for the employers to apply and for them to benefit out of that. So that is the route that they don't want to take. Er is iets moet leven voor ons net rechtvaardig voor ons pendler. Onze geld voor ons rechtvaardig. Ik betaal 3 jaar wat ons gewerkt heeft. Nu onze jaren is terugvat moet de man dat voor ons terugvat en ons beetje geld geven. Onze tredje blijft plek. Nu is het ook niet zo'n plek. Zoals even zo. Onze die blijft plek. Mm.